Nou, dan starten we met het eerste deel. In de periode oktober 2022, om specifiek te zijn 31 oktober, is er een publiekelijk debat georganiseerd om een start te maken met meer invulling geven aan dit nationaal vraagstuk, dat grote belangstelling. En daarna heeft de groep, de team, meer gesprekken gevoerd met enkele politieke partijen. Het idee ontstond toen om na te gaan in hoeverre we dat op een effectievere manier konden doen door de partijen samen bij elkaar te brengen. En dat idee is toen geresulteerd in enkele mastersessies die zijn gestart in januari 2023. In dat kader zijn alle parlementaire partijen uitgenodigd en ik kan u informeren dat allemaal actief hebben geparticipeerd en dan noem ik ze ook bij naam: de VHP, de NDP, ABOP, NPS, PL en de BEP, die waren er allemaal en die hebben actief hun bijdrage geleverd. Ik start dan ook door dank uit te spreken aan de zeer actieve participatie en inzet van alle parlementaire partijen die in dit traject heel actief hun bijdrage hebben geleverd. En ik kan u vertellen, wij als team hebben het al zeer open en constructief ervaren. Nou, ik kan u vertellen, het doel van dit proces is: uiteindelijk moet er een wet van de grond komen. En de bedoeling is dat wij gezamenlijk met de partijen zijn nagegaan welk model kans maakt om uitgewerkt te worden in een initiatief wetsvoorstel dat door het parlement ingediend wordt. Waarom via het parlement? Omdat wij van oordeel zijn, en dat oordeel deelden ook de politieke partijen, dat het kiesstelsel betreft ons hoogste orgaan van staat. Het gaat om de volksvertegenwoordiging. En dan is het daarbij van belang dat het parlement initiatief pakt en dat initiatief ook behoudt. En vandaar dat we dus bij elkaar zijn gekomen en de parlementaire fracties dat warm hebben ontvangen en daaraan hebben geparticipeerd. Wat is de rol geweest van het deskundig team? U moet weten, en het is heel belangrijk, het team heeft geen enkel model bedacht. De modellen die er nu op tafel liggen, zijn voorstellen geweest van de politieke partijen. U kunt het misschien zo zien, makkelijk uitgelegd, zijn we eigenlijk met de verzamelbak rondgegaan en gevraagd: partij A, wat is uw voorstel? Partij B, wat is uw voorstel? En zo verder. Het is allemaal bij elkaar gebracht en hebben wij dan toen daarover op een intensieve wijze gediscussieerd. De rol van het deskundig team is dus dat wij getracht hebben om te fungeren als brug tussen de parlementaire partijen en een platform te creëren waarbij in een vertrouwelijke sfeer toch intensief hierover dialoog kan worden gevoerd. Nogmaals, met als doel om consensus te bereiken voor een model dat kans maakt op het halen van die 2/3 meerderheid dan wel politiek draagvlak. De partijen hebben dus de voorstellen zelf gedaan. Ik kan u verder ook vertellen dat het team zich heeft laten leiden in dit heel traject door 3 aspecten. Het eerste is dat welk model dan ook, het zal moeten voldoen aan de grondwet. Met name het gelijkheidsbeginsel dat verankerd is in artikel 8 van de grondwet. En ook natuurlijk artikel 55 dat bepaalt dat de volksvertegenwoordiging de wil moet uitdrukken van het volk. Dit ter voorkoming dat in de toekomst eventueel de wijziging van het kiesstelsel wederom in strijd wordt geacht door het constitutioneel hof met de grondwet. En daarom is het van belang dat welk model dan ook de juridische toets zal moeten kunnen doorstaan. Het team heeft verder ook gekeken naar de doelstelling van elk model. Voldoet dat model aan de doelstelling van een kiesstelsel? U moet weten dat elk kiesstelsel tot doel heeft om de regels van de uitoefening van dat kiesrecht vast te stellen. Van belang is om te beseffen dat een kiesstelsel niet tot doel heeft om ontwikkeling te brengen. Want mensen denken soms, ja, als het kiesstelsel er is, dan zijn de problemen opgelost enzovoorts. Nee, ontwikkeling is een resultaat van een bepaald gevoerd beleid. Het kiesstelsel, nogmaals, dat beperkt zich tot
het reguleren van het kiesrecht van die samenleving, waarbij representatie een belangrijke rol is. Het derde waardoor wij ons hebben laten leiden is uiteraard een model dat moet kunnen rekenen op de gekwalificeerde meerderheid bij de behandeling daarvan in DNA. Immers is het zinloos om een initiatiefwetsvoorstel in te dienen waarvan het verwachtbaar is dat het die 2/3 meerderheid niet haalt. Dat zijn de 3 zaken waardoor wij ons hebben laten leiden. En dan voor het eerste deel nog 2 laatste punten. Wat is de procedure die gevolgd zal moeten worden om het einddoel te bereiken? En dat einddoel is de afkondiging van onze wetswijziging, waarbij verschillende vragen zijn gesteld. Moet het gaan via een referendum of moet DNA hier wel over beslissen? Nou, ik kan u kort daarover vertellen dat onze grondwet voorschrijft welke procedure gevolgd moet worden voor de wijziging van het kiesstelsel. En de grondwet is daarover helder en bepaald dat het parlement bij 2/3 meerderheid beslist over wijziging aangaande het kiesrecht. Dus er is een grondwettelijke procedure daarvoor. Het zou dus in strijd zijn met de grondwet om een referendum hiervoor te houden. Daarbovenop ook moet u weten dat op verschillende momenten in onze geschiedenis het kiesstelsel gewijzigd is en daar in het verleden voor ook geen referendum is aangewend. Kortom moeten wij de grondwettelijke procedures volgen. En dan algemeen, welke mogelijkheden zijn er om het kiesstelsel te wijzigen? Daar zijn er 2 hoofduitgangspunten voor. Of alleen die kiesregeling wordt gewijzigd, waarbij simpelweg de zetels evenredig worden verdeeld tussen de districten. Daar praten we gemakkelijkerwijs over alleen wijziging van die kiesregeling. Of je gaat sleutelen aan het fundament van het kiesstelsel. En wat is het fundament? Er is wereldwijd zijn er 3 grote systemen. Het evenredigheidsstelsel, het meerderheidsstelsel en het gemengstelsel. Onze grondwet bepaalt dat wij een evenredigheidsstelsel hebben per district. En indien je dat wijzigt, dan kom je eigenlijk aan het fundament van dat stelsel en dan moet je dan ook die grondwet gaan wijzigen daarvoor. Dus kortom zijn er 2 mogelijkheden. Of je wijzigt alleen die kiesregeling in beginsel of je gaat richting het kiesstelsel. Daarmee hebben we dan gehad in elk geval voor het eerste deel. En dan gaan we nu specifiek op de details over wat zijn nou de modellen. Ik kan u vertellen dat het intensief dialoog dat wij gevoerd hebben heel goede resultaten heeft opgeleverd. Waarom kan ik dat zeggen? Toen we begonnen waren er ongeveer 5 modellen die op tafel lagen. En u begrijpt, als je over 5 modellen moet discussiëren, is het nogal veel. En dan ben je een beetje ver tot het komen van 1 model. Nadat het dialoog is gevoerd, zijn er 2 modellen overgebleven waarvan de parlementaire partijen hebben aangegeven dat die bespreekbaar zijn en dus mogelijk kans kunnen maken op een 2/3 meerderheid, in elk geval kans kunnen maken om uitgewerkt te worden tot een initiatiefwetsvoorstel. En dat zijn de 2 modellen die ik vandaag aan u ga voorhouden. Voor het gemak doe ik met model 1 en model 2. En dan beginnen wij met model 1. Model 1 zet ik dan voor u op de voor u in een schemaatje. Model 1 gaat over de wijziging van alleen in beginsel de kiesregeling. Nu op dit moment, of althans tot 5 augustus, was de zetelverdeling zoals in deze kolom is aangegeven. Waarbij wij zien dat, in elk geval het is al onbekend, dat enkele districten, waaronder met name Paramaribo en Wanica, veel minder zetels verkrijgen dan hun zou moeten toekomen aan de hand van het aantal inwoners. Er is voorgesteld hierbij dat de zetels evenredig worden verdeeld zoals de grondwet dat bepaalt. En dat brengt met zich mee een wijziging van die zetelverdeling. Van belang is dat u moet weten, in deze kolom is aangegeven wat de zetelverdeling zou moeten zijn indien je op evenredig wijzigt zoals de grondwet dat voorschrijft. En volgens dit schemaatje, volgens die calculatie, zou in elk geval Koroni 0 zetels moeten hebben.
En corona was een discussiepunt, en dat is voor al jaren een discussiepunt geweest, waarbij het uitgangspunt is dat elk district tenminste één zetel moet hebben en met tenminste één vertegenwoordiger er moet zijn in DNA. Het hoofd daarvan is dus toen voorgesteld dat aan Coroni één zetel wordt gegeven en dat ten koste van Paramaribo. Paramaribo levert dus één zetel in ten behoeve van Coroni en voor de rest zijn alle zetels dan zoals die behoren te zijn conform het evenredigheidsstelsel, waarbij u moet weten dat alles boven de komma van 5 naar boven wordt afgerond en beneden de komma van 5 naar beneden wordt afgerond. Ik denk dat dat dan voor zich spreekt. Ik kan u wel aangeven dat er een paar kanttekeningen waren bij dit model. En de kanttekeningen waren ten eerste, voldoet het model wel aan het gelijkheidsbeginsel als Coroni één zetel krijgt ten koste van Paramaribo? En hoe zit het met de toekomst? Want als over 10 of 15 jaar er significante migraties plaatsvinden tussen districten, dan is het verwachtbaar dat je dan weer grote discrepanties kan gaan krijgen zoals dat zich de afgelopen 30 plus jaren heeft voltrokken. Om die kanttekeningen op te vangen zijn er wat randvoorwaarden voorgesteld. En die randvoorwaarden zijn dat in elk geval het team ervan uitgaat dat met deze zetelverdeling voldaan wordt aan de gedachtegang van het democratisch gehalte. Nu is het zo dat Paramaribo en Wanica de meerderheid van die gemeenschap uitmaakt en dus ook de meerderheid van de zetel zou moeten verkrijgen. Helaas moeten Paramaribo en Wanica doen met de minderheid. Dus eigenlijk op dit moment bepaalt de minderheid voor de meerderheid. En vandaar dat het constitutioneel hof overwogen heeft dat die huidige zetelverdeling in strijd is met de grondwet en verdragen. Door die zetelverdeling te wijzigen, komt in elk geval de meerderheid van de zetels dan ook bij de meerderheid van de gemeenschap, althans die twee districten, waardoor hij dan wel gaat voldoen binnen het democratisch gehalte. Gemakkelijkerwijs kan ik u zeggen dat Paramaribo op dit moment 17 zetels heeft en dat wordt dan verhoogd naar 21. Wanica moest het doen met 7 zetels en dat wordt nu gewijzigd naar 12. Dus dan zie je dat er toch wat forse wijzigingen zijn. Verder was het ook nog een vraag, hoe staat het met mogelijk het toetsen van die zetels in de toekomst? En dan is daarbij voorgesteld dat een onafhankelijk verkiezingsautoriteit de zetels in de toekomst zal gaan herijken. Daar zijn er wat in de hoofdlijnen wat wettelijke kaders voor gegeven ter overweging. Immers, na 10, 15 jaar als er migraties plaatsvinden, ga je die zetels moeten herijken. En stellen we voor dat de onafhankelijke verkiezingsautoriteit wordt ingevoerd en aan die taak ook wordt toebedeeld. Maar belangrijker nog dan die taak alleen is dat we ook hebben voorgesteld dat die onafhankelijke verkiezingsautoriteit het kiesregister gaat beheren en die verkiezingen gaat organiseren. Dit hebben we mede gedaan naar aanleiding van de verschillende voorstellen de afgelopen jaren door onder andere OKB, de OAS en ook het laatstelijk rapport van Jules Weidenbos die ook dat heeft aangegeven. Dat is dan in een nutshell model 1. En dan gaan wij over naar model 2. Model 2 betreft een gemengd stelsel waarbij nog steeds wordt uitgegaan van 51 zetels. Van die 51 zetels worden 41 zetels toegekend op landelijk niveau en 10 zetels op districtsniveau waarbij 1 zetel wordt toegekend aan elk district. Waarom is dat zo? Het uitgangspunt daarin is geweest dat elk district op zijn minst verzekerd moet zijn van vertegenwoordiging in het parlement. En vandaar dat dus 1 zetel per district is toegekend en de rest is dan voor de landelijke evenredigheid. De vraag wat dus ook een kanttekening van dit model was,
Maar is het wel gelijk als elk district 1 zetel kreeg? Want we weten allemaal dat bijvoorbeeld in Para er niet zoveel inwoners zijn als Wanica. Dus is het wel fair dat je 1 zetel toekent gewoon aan alle districten, terwijl er een groot verschil is qua bevolkingsaantal? Nou, als we daarnaar kijken, dan zien wij dat het gros binnen dat stelsel, dat zijn dus 41 zetels, ongeveer 80,4% wordt toegekend aan het landelijk gedeelte. En dat is dus echt de manier waarbij one man, one vote tot uitdrukking wordt gebracht. Het minimale gedeelte daarvan is 19,6% gaat dan voor de districten. En wanneer we daarnaar kijken, dan merken wij ook in elk geval dat aan de uitdrukking van de wil van het volk wel in voldoende mate kan worden voldaan. We hebben de juridische beweegredenen zijn nader uitgewerkt in het rapport, dus ik ga u niet daarmee vermoeien. Maar in elk geval hebben we de juridische toets gedaan bij beide en zien we ook dat in dit model het die juridische toets doorstaat, omdat het fors van die zetels gaat richting echt een expliciete one man, one vote. Ik kan u vertellen over enkele unieke aspecten van dit model. Want dit model zal anders zijn dan wat we de afgelopen jaren hebben gekend. Niet volledig nieuw, want Hans kan ons vertellen dat in onze geschiedenis we ook al een soortgelijk model hebben gehad. Dus een volledige nieuwigheid zal het niet helemaal zijn. Maar het levert wel wat unieke voordelen op die ik kort wil noemen, waar wij de aandacht ook op voor hebben gevraagd. En dat is in de eerste plaats dat wanneer 41 zetels op landelijk niveau worden toebedeeld, betekent het dat aan de zijde van de politieke partijen zij zich ook landelijk, in elk geval landelijk hun campagnes kunnen voeren en landelijk stemmen kunnen vergaren. We weten allemaal dat voorzitters en partijtoppers landelijk ook veel meer stemmen kunnen behalen dan beperkt zijn in een district. En is het in elk geval vanuit een politiek uitgangspunt bekeken, dan wel interessant. We zien verder ook voor die samenleving. Op dit moment is iedereen beperkt om te stemmen op een DNA-kandidaat binnen een bepaald district. Dus als u bijvoorbeeld woont in Saramaka, maar u wilt heel graag stemmen op die kandidaat van Marowijn, dan kan dat niet, want u moet stemmen voor de persoon die is binnen district Saramaka. Dit systeem maakt het in elk geval mogelijk dat u 1 kunt stemmen landelijk op wie u zou willen, wie u de beste persoon acht, maar ook binnen dat bepaald district. Dus dat geeft dan daarbij die mogelijkheid. Verder ook nog wat interessant is dat we zien dat wat we tot nu toe gewend waren, is dat een beperkt aantal zetels beperkt ook aangeeft hoeveel mensen van een district vertegenwoordigd kunnen zijn in DNA. Maar op landelijk niveau, als bijvoorbeeld op de landelijke lijst, we noemen maar wat, 10 mensen uit Koroni worden geplaatst en die 10 mensen komen binnen, heb je dan 10 mensen in DNA afkomstig uit een bepaald district. Wat je dus niet beperkt tot een set aantal personen op landelijk niveau. Tot slot ook de woonplicht. Hier mag het in elk geval geeft meer handvat om eventueel te gaan richting wijzigen, schrappen van die woonplicht. Hans heb ik begrepen dat het ook wel wordt genoemd de grote politieke leugen, de woonplicht, omdat het vaak een administratieve zaak is met allerlei verhuizingstoestanden en we moeten serieus gaan evalueren of we hem zo moeten handhaven, moet het worden gewijzigd en dan wel volledig worden geschrapt. In elk geval is in model 2 bij het landelijk gedeelte en eigenlijk het heel stelsel in model 2 is het aantal inwoners niet meer relevant. En dat maakt in elk geval dat over een aantal zaken dan niet meer hoeft te worden gediscussieerd. Wat is de conclusie van het team over deze twee modellen? Het team constateert 1. Dat beide modellen vooralsnog in redelijke mate de juridische toets kunnen doorstaan. We zien dat beide modellen aan de ene kant niet de exacte mathematische volledige gelijkheid hebben, maar ik kan u geruststellen dat van geen enkel kiesstelsel wordt verwacht dat het een exacte mathematische gelijkheid moet bevatten, maar dat gewoon simpelweg onmogelijk is. Van belang is dat hij moet kunnen doorstaan de toets van de grondwet
En voor zover wij hebben kunnen nagaan, is dat wel het geval. Volmaakte zekerheid kan niemand geven, maar in elk geval geeft het wel voldoende vertrouwen. Van belang is om te weten dat waar staan wij nu met deze twee modellen. En dat is dat de politieke partijen een keuze zullen moeten maken. We moeten een besluit nemen over de beantwoording van de vraag welke van deze twee modellen kan rekenen op 2/3 meerderheid en dus voldoende politiek draagvlak om uitgewerkt te worden in een initiatief wetsvoorstel. Verder is ook nog van belang, en daar gaan we nu over tot het laatste gedeelte van deze presentatie, is dat voor beide modellen wij ook zijn nagegaan hoe moet hij compleet worden gemaakt. En je zal er niet onderuit komen dan de grondwet te wijzigen voor beide. Althans, voor model 1 is het niet noodzakelijk, maar wel wenselijk naar ons inziens. Voor model 2 wordt het wel noodzakelijk. We hebben daarvoor grondwetswijzigingsvoorstellen gedaan. Dan gaat het specifiek over artikel 61. Dat is ook aangegeven in het rapport. Maar wij hebben ook kunnen constateren dat je voor de wijziging van die kiesregeling is dezelfde procedure als wijziging van de grondwet. We weten allemaal dat de grondwet enkele leemten bevat. Die zijn al vanaf de jaren 90 besproken en er is ook beloofd sindsdien dat de grondwet ook wordt gewijzigd. En hebben we direct dan ook voorgesteld om enkele leemten waarover er geen discussie bestaat direct op te vangen en mee te nemen met deze wijziging. Waarbij we hebben voorgesteld om die grondwetswijziging in twee fasen op te splitsen. Fase 1 eigenlijk simultaan met die kiesregeling, dat betreft wat echt kleine, simpele, eenvoudige wijzigingen. En fase 2 zal dan zijn nadat die kiesregeling van de grond is gekomen, dat is dan dus een integrale wijziging. Maar goed, van belang is voor de gemeenschap om te weten dat we er hoogstwaarschijnlijk niet onderuit zullen komen dan ook een grondwetswijziging te moeten doen. Immers is ons kiesstelsel verankerd in de grondwet en wijzig je dat, dan zal je ook die grondwet simultaan moeten wijzigen. Dan tot slot rest mij de hartelijke dank uit te spreken aan de samenleving, omdat we gedurende het heel traject hebben mogen ervaren dat u ons de ondersteuning heeft gegeven. Op verschillende manieren hebben we dat gemerkt, dus hartelijk dank daaraan. Dank ook aan de politieke partijen voor hun actieve inzet en participatie, de complimenten ook daarvoor, waarbij ik u ook kan meegeven dat de rode draad in het geheel was dat iedereen het erover eens was dat deze kwestie één is van nationaal belang en van hoge spoed. En tot slot dank ik ook het team waarbij ik mij zeer vereerd voel om tussen deze, noemen het de grote Surinamers, de wijzen, van hun mag leren en samen met hen dit traject mag ingaan. Ik kan nu zeggen dat het tot zover bijzonder is. We hebben het eindstation nog niet bereikt. Het rapport betreft dus slechts de stand van zaken zoals die was op 8 maart. Op 8 maart hebben we ons rapport aangeboden aan de fracties en ook aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ook hem moet ik in deze bedanken omdat wij hem stevast omstandig geïnformeerd hebben over het proces. Hij draagt dit initiatief ook een warm hart toe. En ik kan u ook al informeren dat we reeds zijn uitgenodigd de komende week om een presentatie te geven aan het voltallig DNA. En dat er daarbij een academische week zal worden georganiseerd in welk kader wij daarvoor zijn uitgenodigd. Dus we zien ook dat vanuit de zijde van de Nationale Assemblée, alhoewel er nog geen conceptwet op tafel ligt, zien wij dat de Nationale Assemblée proactief de nodige voorbereidingshandelingen treft, zodat wanneer het moment er is, de mensen in elk geval klaar zijn en voorzien zijn van voldoende deskundige informatie. Dus ook dank aan het parlement in deze en tot slot natuurlijk ook de pers voor het verslaan en ons bieden van deze gelegenheid. En u kunt erop vertrouwen dat wij verder gaan. Tot zover wij dat kunnen natuurlijk, zullen wij verder gaan met dit proces in de hoop dat met veel spoed en binnen korte termijn de wetswijziging van de grond zal komen. Heel hartelijk dank.
Ik geef nu dan aan u de gelegenheid om vragen te stellen voor zover die er zijn. Dit is voor DNA. Dat geldt dit ook voor resort, op resortniveau, of blijft dat hetzelfde? Het resortsniveau blijft hetzelfde. Wij hebben in ons rapport ook voorstellen gedaan voor de versterking van die lokale democratie. Dat is ook enorm belangrijk, maar dat heeft te maken met een grondwetswijziging. Indien er voor zover dat voor dat discussies mag opleveren, stellen we ook direct voor dat dat geparkeerd moet worden naar fase 2 van die grondwetswijziging. Maar in elk geval, vooralsnog gaat dat zo blijven. De prioriteit wordt nu echt gegeven aan het kunnen vervolmaken van de wijziging van het kiessysteem. Op DNA-niveau, ja. En over optie D, u gaf aan dat men niet kan stemmen van anywhere. Dus iemand in Coroni kan dus stemmen op iemand op Paramaribo. Maar die persoon hoeft dan niet Coroni te vertegenwoordigen. Ja, wat ik niet ja. Wat zal gebeuren is dat je twee lijsten heb eigenlijk. Eentje voor de districten en één landelijke lijst. Op de landelijke lijst zullen 41 namen voorkomen. Alle partijen. Van alle partijen die er lijst in, 41 namen voor de landelijke. En dat is over het hele land hetzelfde. En bij de districten krijg je een aparte lijst met twee namen waarschijnlijk. Per district. En dat is het. De mensen en het voorstel is ook, althans het idee is ook dat je op twee lijsten mag voorkomen, een district en landelijk. Maar voor de district wordt wel, is een idee, wordt gezegd, je moet wel in het district wonen als je districtenlijst wil voorkomen. Als je wordt gekozen in het district, dat is nog niet overgesproken, maar dan is het waarschijnlijk dat je moet kiezen voor het district. Als je op twee plaatsen wordt gekozen, landelijk en het district, je moet kiezen voor het district. Maar goed, hoef je niet te wonen. Maar goed, landelijk hoef je niet te wonen in het district, natuurlijk. Het is confusing. Waarom? Waarom? Eén voor landelijk, ja. En één voor het district. De mensen gaan, ik ga in de maak komen. Wat gebeurt er met die lijst van landelijk? Hoe bedoelt u wat gebeurt er? Wat bedoelt u wat gebeurt er? Hoeveel namen per partij? 41, dat zijn 41 zetels. Ja. Maar één naam per partij krijgt of zo, maar wat bedoel je 41 naam? 41 kandidaten, toch? Laat maar misschien... Per partij. Laat maar het zo uitleggen. Nu... Nee, maar misschien voor de samenleving. Nu op dit moment... Ja. Nee, maar nu op dit moment, wanneer u, toen u in 2020 naar de stembus ging, kon een partij 17 kandidaten op de zetlijst zetten, toch? Voor Paramaribo. En dan heb je 4 in de analyse. Dus het is normaal. Ja. Dus doordat er 41 zetels zijn, dan heb je een lijst met 41, zoals hoe je het nu hebt als je naar Paramaribo zet en er 17. Ja, maar is het land, waar zijn die kandidaten? Want hij zegt 41, prima. 41 landen, maar je gaat een komen kandidaten. Ja, misschien. Dus op de landelijke lijst sta je dan voor Paramaribo, voor welke district sta je? Misschien moeten we terug in de geschiedenis van Suriname. En het is al zo geweest in Suriname vanaf 1963. En het werd in 1967 veranderd. Maar toen, in 63, want tot 63, als je de geschiedenis bekijkt, heb je vanaf 1866 op basis van censuskiesrecht, 0,5% van de bevolking. In 1936... komt naast het censuskiesrecht ook het capaciteitskiesrecht. Ja, en dan groeit het electoraat tot 2,5 tot 3% van de bevolking. En in 1948 komt algemeen kiesrecht op basis van het personenmeerderheidsstelsel. De ouderen weten nog van Vlogo Alatien of zo. Het aantal mensen in een district bepaalt en op basis van personenmeerderheid. Maar in 1963, dan verandert het en dan komt naast het personenmeerderheidsstelsel ook die landelijke evenredige vertegenwoordiging. En dan wordt er dan op basis 24 van de kiezer, van de
kandidaten worden gekozen op basis van het personenmeerderheidsstelsel en 12 op basis van een landelijke lijst. Er zijn dan twee lijsten ook. Er zijn twee lijsten. Een lijst voor het district, wie je zal kiezen in dat district op basis van personen. En dan komt er, en dan wordt geïntroduceerd die landelijke lijst, waarop je dan op die lijst, je hebt dan geen persoonlijke, want die lijst moet je alleen maar het symbool van de partij kleuren. Toen. Wat je nu krijgt, is dat je dus die personenmeerderheid krijgt, of je krijgt ook evenredige vertegenwoordiging per district. En dat weet je, of je kan ook personenmeerderheid, hè, per district. En dan heb je de keus eerst gemaakt van wie zal de partij vertegenwoordigen, of wie zal de vertegenwoordiger worden van de partij in het district. En daarna krijg je de mogelijkheid om ook mensen, een bekend land, dat ooit is Nederland natuurlijk. Als we, dan kunnen we een kijk nemen hoe die landelijke evenredige vertegenwoordiging gaat. En dat is geen probleem. En we hebben dat in Suriname gehad. Alleen hebben we toen het symbool gebruikt. Dat zou ook kunnen. Waarbij de volgorde van de lijst, dus de volgorde is dan duidelijk van binnenkomst, wie gekozen is. Dus we zouden bijvoorbeeld alleen maar de partij kunnen aangeven. Het verschil met wat toen gebeurde. En wat wij nu zouden kunnen doen, is met name ook het punt van voorkeurstemmen. En dan zouden wij toch personen op de lijst kunnen plaatsen. Dat is een mogelijkheid. Dus, maar nu gaan we een beetje te diep gaan filosoferen. Maar het gaat erom dat je dan twee lijsten hebt. Eén van het district, voor wie gaat in het district. En dan komt de vraag, mogen de personen die vertegenwoordigers van het district zijn, ook op die landelijke lijst staan, want dan gaan geen mensen verloren. Want stel eens voor dat de persoon niet gekozen wordt op de lijst van het district, dan kan die wel een mogelijkheid krijgen om op de landelijke lijst wel gekozen te worden. Dat zijn mogelijkheden. Ja. Maar daarover moet men gaan discussiëren. Maar nu moeten we niet te veel gaan van hoe het precies eruit gaat zien, want dat is niet ons. Maar er zijn mogelijkheden. Er zijn mogelijkheden. Dit is een belangrijk punt wat ik hiermee wil aanvullen en het volgende wil zeggen. Elk stelsel dat gaat komen, dat niet is wat we al hebben, gaat een beetje anders zijn. Ja. Dus we moeten eigenlijk eroverheen, dat alles wat een beetje nieuw is nu, gaat even wennen zijn. Ja. Maar dat betekent niet dat het complex is en verwarrend gaat zijn en men het niet gaat begrijpen. Want zoals Hans eerder al uitlegt, als moesjes het toen hebben begrepen in 1963, zie ik geen enkele reden waarom wij het anno 2023 en straks 2025 met alle technologische mogelijkheden voor informatievoorziening het niet zouden kunnen begrijpen. Dus we moeten rekening houden, alles wat niet hetzelfde gaat blijven, gaat een nieuw aspect hebben. En dat gaan we gewoon simpel moeten opvangen door goede uitleg en goede communicatie. Als sideline kan ik meegeven dat we bij het intensief dialoog ook zijn nagegaan, of als ons hebben laten leiden, onder andere door de vraag, hoe complex is een model? Want er waren ook een aantal andere modellen waarvan sommigen vonden van een beetje te ingewikkeld enzovoort. En we kwamen in elk geval tot de slotsom dat dit model redelijk makkelijk uit te leggen moet kunnen zijn. Ook moet u weten dat we de discussies hebben gevoerd in de hoofdlijnen. Dus we zijn niet in de details helemaal gegaan. Waarom? Het heeft geen zin om allerlei detailzaken te bespreken. En dan horen we morgen, oh nee, dat heeft geen draagvlak. Begrijpt u? Dus we houden hem even op de hoofdlijn. En als we merken dat een model draagvlak heeft, dan wordt dat nader uitgewerkt in de details. Zoals hoe moet een stembiljet eruit zien, enzovoort, enzovoort. Yes. Nog dit, dat moet ook benadrukken. Er zijn dus nu nog het voorstel vanuit de parlementaire partijen, zijn er twee voorstellen, hè? Want wij blijven nu zitten op dit, maar het andere voorstel is er ook, ja. Voorstel A.
die is er ook. Ja. En dat zou natuurlijk heel simpel een voortzetting zijn van wat we kennen. Ja, dus dat is ook dat we dat ook even zeggen. Ja, absoluut. Ja, dus ja. Het gaat er nu om, er moet gewoon een keuze worden gemaakt. Een keuze moet daar gemaakt worden, ja. Onlangs is er een rapport gepresenteerd aan de regering met betrekking tot de kiesregeling. En de president heeft een tijdlijn uitgesteld dat er over 2 maanden dat de wijziging behandeld moet worden in de Nationale Assemblee. En hooguit eind dit jaar zou er sprake moeten zijn van een wijziging van de kiesregeling. Is het voor jullie als deskundige haalbaar om dat gewoon te kunnen realiseren richting 2050? Het is geen kwestie van kunnen, het is een kwestie van moeten. Het moet ruim voor die tijd, moet het al van de grond zijn. En het uitgangspunt, het traject wat we hebben uitgezet en waar de politieke partijen, de fracties het ermee eens waren, dat we in elk geval mikken op medio dit jaar, dus voor het parlementair reces. Het reces van Diana is... start ik geloof ik in augustus. Dus in elk geval rondom die periode. Het is van belang om te weten dat we nu in de pre-electorale fase zijn. Dus ik denk dat als we wachten tot eind 2023 we een beetje aan de late kant beginnen te raken. Dus vandaar dat we in elk geval als doelstelling hebben om ons in te spannen om het medio dit jaar wel van de grond te krijgen. Uiteraard hangt dat niet af van ons als team, dat zal afhangen natuurlijk van de politieke fracties. Met betrekking tot, dat is uitgelegd, met betrekking tot communicatie. Het is gebleken dat deze regering ingebreken zelf is veranderd op het gebied van communiceren naar de gemeenschap toe, als we zo'n belangrijke besluit hebben genomen. Hoe zou met jullie deskundigheid, want jullie hebben dat net kunnen uitleggen over wat er precies zou kunnen plaatsvinden, hoe zal dit verder gecommuniceerd worden met ieder individu hier in Suriname, waar wij zich zullen begrijpen, waar er uiteindelijk deze wijziging in komt? Dat is heel erg belangrijk. Iedereen moet van zijn stemrecht gebruik maken. En als je mensen wilt motiveren en bemoedigen om dat te doen, moeten ze dat op zijn minst begrijpen. Daar gaat voorlichting en communicatie een cruciale rol in spelen, waarbij alle actoren hun bijdrage moeten leveren. En wie zijn die actoren? In de eerste plaats uiteraard die overheid, de organisator van die verkiezing. Dat is meer specifiek binnenlandse zaken die met die inlichtingen en voorlichtingen gaat moeten komen. Dan hebben we natuurlijk de politieke partijen zelf, die goed gaat moeten uitleggen aan hun achterban. Dat is ook gebruikt dat met de politieke partijen echt alles op alles zetten om zo goed als mogelijk de uitleg te geven. Maar ook u als pers, als media die daar een belangrijke rol in te vervullen heeft om die communicatie te doen met die gemeenschap en uiteraard natuurlijk alle overige actoren, CHS, OKB, noem maar op, en die gehele samenleving in zijn totaliteit, zoals burgers, als wij die hier zitten in het team en ook nog andere organisaties. Het gaat een gezamenlijke effort moeten zijn van ons allemaal, want de keuze die we gaan moeten maken, het kruispunt waarvoor wij staan, gaat cruciaal zijn voor de toekomst van Suriname. Ja, als deskundige hier aan, wat stellen jullie zelf voor? Zou er toch een referendum moeten komen om te kunnen kiezen voor optie A of B? Ja, ik had het in het begin al over gehad, over referendum, want er is heel vaak daarover gepleit, dat is aangehaald. Maar de grondwet geeft aan welke procedure gevolgd moet worden voor wijziging van die kiesregeling. En die procedure is aanname van een wet door DNA bij 2/3 meerderheid. En als wij zeggen dat wij willen hanteren de rule of law, dan hebben wij geen andere keus dan simpelweg onze grondwet te volgen. Als wij daarvan zouden afwijken, zouden wij in strijd handelen met de grondwettelijke procedure. Dus vandaar dat wij niet anders kunnen dan die gehele gemeenschap informeren op het hart te drukken dat wij gezamenlijk allemaal de wet moeten opvolgen. Een andere keus hebben wij niet. En op 24 maart heeft de groep Surinamers op het principe bij de voorzitter van het parlement. Is dat ook optie A of optie B of een optie C geweest? Ik weet, dat is mij niet bekend, wat die groep gedaan heeft. Wij willen ons beperken tot
waartoe wij weten, dat is dus de politieke fracties waarmee wij bezig zijn geweest. Het zijn hun voorstellen. Wat de voorstellen zijn van die groep is ons niet bekend. Maar wel wil ik meegeven dat het belangrijk is dat verschillende maatschappelijke groeperingen op hun manier aan de bel trekken en proberen om die maatschappelijke druk te verhogen, zodat het duidelijk is voor ieder, met name voor het parlement, dat wij dit serieus nemen en niet moeten tolereren enige trainage. Ik kan met me haasten om te zeggen dat tot zover wij kunnen constateren dat de leidinggevende van het parlement, voorzitter meneer B., op dit moment proactief bezig is om er alles aan te doen om de nodige voorbereidingshandelingen te verrichten. Er is nu nog geen conceptwet op tafel, daartoe spannen wij ons in. En omdat er nog geen conceptwet is, kan het parlement nog niks behandelen. Dus dat is nu de inspanning, dat is de stand van zaken. Bottom line, er moet een wet op tafel komen en daartoe moeten wij ons inspannen. En de partijen zullen een keuze moeten maken welk model kans maakt op die tweederde meerderheid om uitgewerkt te worden in een initiatiefwetsvoorstel. Ares, u heeft ook gepresenteerd aan alle politieke partijen die deelnemen in de Nationale Assemblee, dat ze samen hebben gezien om te praten over dus de verschillende modellen die we op zouden kunnen gaan met betrekking tot het wijzigen van deze wetgeving. Denkt u dat er wel willekeur is om echt te werken aan het willen aanpassen en het willen wijzigen, wat we verschillende dingen kunnen horen vanuit de politieke partijen, als ze er nog niet zijn of niet, als het voordelen voor hen zou kunnen uitwerken of niet? Heeft u kunnen merken als deskundigen dat zij wel willen zijn om te werken aan deze wijziging? Want als zij vinden of zelf gezegd dat het maar heel zou kunnen zijn, hoe werkt dat? Hoe zal dat werken? Ik kan niet voorhouden dat alle partijen hebben aangegeven dat deze kwestie een is van nationaal belang en hoge spoed. Dat hebben ze allemaal onderkend. En als zij dat aangeven, niet alleen hebben aangegeven, maar ook als we kijken naar de actieve wijze waarop zij geparticipeerd hebben, dan moeten wij constateren in elk geval dat de wil om te komen tot die wijziging aanwezig is. Misschien bij de een iets meer dan de ander, maar bottom line is, de wil is aanwezig. Bottom line is ook dat we allemaal per slot van rekening op 25 mei 2025 naar de stembus moeten gaan. En dat onderkent ook elke partij. En om op dat punt te komen, zal die wetswijziging van de grond moeten komen en alle partijen waren het daar meer dan over eens. Aanvullend wat mijn collega zei, want we hebben de avond voorzitter gehoord. Die was gewoon flat out boos over. Hij zegt nee, want daardoor gaat zijn partij achteruit gaan. Dus het kan zijn dat mensen nu aangeven hoe willen wel en ze werken, maar ergens traineren ze het toch. Voor mijn duidelijkheid, wie moet die concepten maken? Er zijn, hoe komt een conceptwet tot stand? Het is algemeen, het kan op twee manieren, of door de regering of door een initiatiefwetsvoorstel dat wordt ingediend vanuit het parlement. Dit traject wat wij zijn ingegaan heeft tot doel dat een initiatiefwetsvoorstel van de grond komt, dat ingediend wordt door een partij of het mooi zou zijn als alle partijen dat doen. Dat is in elk geval het traject dat wij zijn ingegaan. Dat neemt niet weg dat de regering uiteraard ook een voorstel kan doen, dat hopen wij, dat heeft de president ook toegezegd, dat hij daar actief mee bezig is. Dus dat zien wij allemaal heel graag tegemoet. Maar tegelijkertijd en simultaan zijn wij in dit traject nu op dit moment. Ik kan u voorhouden dat in elk geval de voorzitter van de Nationale Assemblee heeft aangegeven er alles aan te doen om zich klaar te maken om de behandeling ter hand te nemen wanneer dat zover is. En we merken dat hij daarbij woord voegt door proactief al nu acties te ondernemen. Het is ongebruikelijk, tot zover mij bekend, worden er voordat er een conceptwet is ingediend nog geen activiteiten georganiseerd. Meestal na de indiening komen er zaken op gang. En we zien nu, best een beetje uniek, dat zelfs voordat die conceptwet er is, er al een academische week komt, deskundigen al komen in DNA om toe te lichten enzovoort, zodat iedereen zichzelf kan klaarmaken. Alles ter bespoediging van het moment dat die conceptwet ingediend kan worden. Ik begrijp als er zelf geprotesteerd wordt en er wordt een petitie aangeboden. Dus vanuit de samenleving heeft men niet het gevoel dat de regering echt er iets aan doet om het zover te krijgen dat er een initiatiefwet komt. Ja, maar vandaar dat wij er dus ook zijn.
En met wij bedoel ik, wij als Surinamers allemaal hebben die verantwoordelijkheid om waar wij constateren, zeg van hé, misschien doet het een beetje te lang, dat wij onze bijdrage leveren. Dat is ook de reden waarom wij hier met dit initiatief begonnen zijn, om te proberen een bijdrage te leveren. Iedereen op zijn manier, binnen zijn rol, tot waar zij kunnen. Wij hebben ook onze beperkingen, toch? Wij zijn niet in het parlement, we zijn geen DNA-leden. Dus uiteindelijk gaat het daar behandeld moeten worden. En als u zegt van ja, wat about de zorg van die gemeenschap, de maatschappelijke druk gaat opgevoerd dan moeten worden. En hoe doe je dat? Doordat die maatschappij dat gaat moeten afdwingen. In elk geval constateer ik vooralsnog dat we nog niet op het punt hoeven te zijn van paniek. Want wij zien dat vanuit de zijde van het parlement, dat er proactief al acties worden ondernomen. We zien vanuit de zijde van de politieke partijen dat zij zich welwillend eigenlijk deelnemen en actief participeren aan dit traject. Dus we zien, de wil is aanwezig. Maar goed, het onderwerp is complex, het ligt gevoelig, dus er moet nu een keuze worden gemaakt. In elk geval is er nog geen reden voor absolute paniek of doemscenario's. We zijn nog niet daar. Ik heb in elk geval nog goede hoop en we zijn positief ingestemd. Met betrekking tot het wijzigen van deze nieuwe, niet van deze nieuwe wet, maar het wijzigen worden gedaan, zal er ook een kostenplaatje aangekoppeld worden met betrekking tot wanneer we dus de verkiezingen gaan organiseren? Want er zijn nieuwe modellen die worden geïntroduceerd. Dat is betaalbaar, maar hoe moeten we daaraan kijken? Uw vraag is wel een kostenplaatje. Wat wordt er gekocht? Nou, elke verkiezing kost een heleboel geld, toch? Maar dat is een onderdeel van de taak van de overheid die de verkiezing moet organiseren. Dus dat de financiële middelen beschikbaar zijn wanneer het moment zover is, dat is om de 5 jaar een vast gegeven. En dat is simpelweg de plicht van die overheid. Dus het model maakt niet zoveel uit voor het kostenplaatje. Het kostenplaatje zal op het moment van die verkiezing, die organisatie zal ja, dat een bepaald bedrag uitrollen. Wat gemoeid gaat met de organisatie van een verkiezing. Een model, daar maakt verder niet zoveel voor uit. Enige waar ik extra aandacht zal moeten voorlichten. Het zal nieuw zijn. Dat is het enige, maar voor de rest hetzelfde. Dus verandert er niet veel. Ik heb dan nog een vraag daarover. Met betrekking tot het organiseren van de verkiezingen. Er is vaak genoeg een vraag vanuit een diverse zijde dat er middelen worden gebruikt in de overheid om de politieke partijen die aan de macht zaten, toen de tijd dat ze geld gebruiken vanuit de staat om de verkiezingen te organiseren. Worden dat in deze wetgeving ook duidelijk vast, de andere regels of wetten vastgesteld? Waarbij er georganiseerde werkzaamheden met betrekking tot wat de zaak behoort en hoeveel geld er uitgegeven zou mogen worden. Nee, dat is een kwestie van beleid. Dus we moeten, en daarom zei ik aan het begin ook, het is heel belangrijk om goed voor ogen te houden, heel scherp, wat is het doel van een kiesstelsel? Het doel van elk kiesstelsel overal ter wereld is simpelweg het vaststellen van de regels, hoe je kiesrecht wordt uitgeoefend, punt. Kwesties van beleid, kwesties van ontwikkeling, goed leiderschap, toekomstgroei, heeft niets te maken met het kiesstelsel. Dat is beleid en ontwikkeling, dan met anders zeggen, ontwikkeling is een resultaat van een bepaald beleid. Wanneer we praten over een goede besteding van gelden, overheidsmiddelen voor de organisatie, dan gaat het om good governance, goed bestuur van die regering op dat moment. En dan is aan ons de plicht om ervoor te zorgen dat wanneer wij het moment krijgen, 1 keer in de 5 jaar om te kiezen, om dan te kiezen op een kritische wijze voor de rechtvaardige leiders, althans leiders waarvan wij hopen dat zij een hart hebben voor Suriname. Maar al het overige aangaande ontwikkeling zal het resultaat zijn van een bepaald beleid, niet het resultaat van een kiesstelsel. Helemaal. Optie D, model 2, redelijk, eerlijker. Maar als ik kijk naar die gemiddelden, betekent het dan niet dat die politieke partijen harder moeten gaan werken? Is dit het model om aan te tonen hoe sterk een partij werkelijk is? Ik bedoel, 41 op die ene lijst.
Hoe krijg je zoveel mensen daar? De bedoeling van het stelsel is ook, en dat is, dat zo komt dat doel tot uiting, de uitdrukking van de wil van het volk is, dat wil je het volk vertegenwoordigen, dan zal je grote delen van het volk achter je moeten krijgen. Dus als je zegt van ja, het ziet er een beetje veel uit, that's one person, one vote. Dus wil je het volk vertegenwoordigen, dan zal je grote gelederen van het volk ook achter je hebben om het te verdienen om plaats te kunnen nemen in het hoogste orgaan van staat. Dus ik denk niet dat dit model is niet kunnen tonen van kracht of macht. One man, one vote, een aspecten van landelijke EV, daar komt juist de one person, one vote gedachte eigenlijk het best tot zijn recht. En bij het eerste model? Want als we luisteren naar meneer Wilson, hij zegt van we gaan dan achteruit gaan in zetels, toch? Volgens het model wat er nu is, dan kun je met weinig stemmen een zetel halen in het binnenland. Als we kijken naar het eerste model, dan gaan ze terug. Wat ik zo zou willen voorstellen, wij hebben geen exercitie gedaan om te kijken hoe voordelig of nadelig is het voor welke partij. Dat hebben wij niet gedaan en dat gaan we ook niet doen, omdat dat niet onze rol is. Ja, natuurlijk. Kijk, dus dan zien we bijvoorbeeld Rokobondo, die gaat van 3 naar 1. Maar laat maar het zo zeggen. Onze huidige grondwet bepaalt dat we hebben een evenredigheidsstelsel per district. Dat betekent dat je na zal moeten gaan hoeveel inwoners zijn daar en aan de hand daarvan worden dan de zetels bepaald. Dus als we de calculatie doen, dan zien wij dat Brokopondo heeft recht op 1,32 zetels op basis van het evenredigheidsstelsel. En als je recht hebt op 1,32 zetels omdat je maar zoveel inwoners hebt, dan is het toch niet meer dan fair dat je daar 1 zetel verkrijgt. We hebben ook aangegeven in het rapport, alles achter de komma boven 5, dus bijvoorbeeld als een district krijgt 1,70 zetels, dan moet je het afronden naar boven, krijg je 2. Alles onder de 5 achter de komma naar beneden, dat is gewoon simpele rekening. Als dat is waar het district aanspraak op maakt op basis van het aantal inwoners, dat brengt evenredigheid met zich mee. Okay, meneer Durham wil al heel lang een vraag stellen. Welkom. Sorry hoor. Alsjeblieft. Model 1 is te bevrijden op basis van wat je hebt begrepen toen u naar het constitutioneel stapte dat u meende dat als die stelsel. Wanneer wordt de verkiezing op die manier houden, geen echte weerspiegeling is van de volkswil. En daarom ben ik naar de constitutioneel hof gestapt. Vervolgens heeft de constitutioneel hof nu het gelijk gesteld, heeft gezegd dat inderdaad dat systeem wat we hebben, een contractueel deugd niet. Zo, het heeft niet te werken met de weerspiegeling van de wil van het volk. Wanneer we een model 2 kijken, en ik heb u een paar keer horen zeggen, en we kregen wat ernstig zorgen te maken. Zijn we nog steeds op hetzelfde niveau? We hebben een paar keer gezegd, en model 2 is daar eigenlijk een bewijs van, dat je er rekening mee houdt dat je draagvlak moet hebben bij de politieke partijen om het door het parlement niet te rekenen. Mijn vraag is, wanneer komen we op het punt in Suriname dat we niet meer met beslissingen komen, voorstellen correcten komen, waarbij de politieke partijen, politieke leiders moeten worden, een paar dubbelangen moeten worden behartigd. Wanneer komen we op het niveau dat we zeggen, dit is het voorstel wat voor Suriname belangrijk is, voor Suriname goed is en voor de Surinaamse samenleving goed is. Maar bij model 1, het tweede model, u heeft het 3 keer of 4 keer gezegd, het gaat echt om dat u wil dat de politieke partijen draagvlak verliezen om het in het parlement er doorheen te krijgen. Model 1 daarentegen, geen meer of meer gaat op de uitspraak van de constitutioneel nog. Misschien dat ik nog vergis, maar dat is ook de huisheid. Eerste is dat ik niet bij model 2 heb aangegeven dat we verwachten of hopen op een 2/3 meerderheid. Ik heb het aan het begin gezegd, omdat dat geldt voor elk model. Je moet 2/3 meerderheid krijgen voor elk model. Dus niet per se bij model 2 is het benadrukt. Het is evenveel benadrukt bij model 1 als 2, wat ik aan het begin heb aangekondigd als grondwettelijke voorwaarden, omdat de grondwet dat zo stelt. U vraagt dan vervolgens, wanneer gaat worden gekeken naar wat wil het volk? In Suriname hebben we ervoor gekozen
voor een bepaalde wijze waarop het volk vertegenwoordigd wordt. Dus in het parlement, daar zit de volksvertegenwoordiging. Dus wanneer we zeggen, het moet draagvlak hebben binnen het parlement, dan wordt daarvan uitgegaan dat daar zit de vertegenwoordiging van het volk. Immers dient het kiesrecht de wil van het volk. Dus we zijn niet bezig hier met de exercitie om na te gaan in wiens politieke voordelen is het beste model. Absoluut en totaal niet. Wij zijn bezig met een traject om vast te stellen welk model is het rechtvaardigst om te dienen als kiesstelsel 1. En om het van de grond te krijgen zijn er een aantal randvoorwaarden waaraan je moet voldoen. En één van ze is niet omdat wij dat willen, maar dat de grondwet dat voorschrijft. Wat je 2/3 meerderheid in het parlement moet halen, omdat daar de volksvertegenwoordiging zit. Dat is het model waar wij gezamenlijk voor gekozen hebben om die wijze vertegenwoordigd te worden. Dus nogmaals, wij zijn bezig met het algemeen belang. Wat nog kan is natuurlijk dat je buitenparlementair ook bezig kan zijn. Want dat er ook discussies plaats gaan vinden. En dat de stem van buiten ook hoorbaar wordt. Dat is een andere mogelijkheid. Hè? Dat de stem van buiten hoorbaar wordt bij de parlementariërs, bij politieke partijen, van wat men wil. Helaas hebben we nog niet zoveel acties in die richting gezien, maar wie weet wat nog komt. En dat gesproken worden, mensen invloed hebben, hun mening geven en dan komt er wat. En dat we ook natuurlijk wijzen naar welke ontwikkelingen in de toekomst verwachtbaar kunnen zijn. Ja, dat er niet steeds iedere keer gewijzigd gaat worden. Dat is ook een van de zaken. Dus we moeten argumenten moeten we nu gaan zoeken en duidelijk tot uitdrukking toe komen. Waardoor mensen weten van laten wij misschien een duurzaam stelsel. Het kan allemaal. Dus er is nog niets gezegd, dit is wat gepresenteerd is. En uiteindelijk gaan nu de fracties in het parlement gaan bepalen wat er komt. Dat zou een vraag zijn. Ja. Waarom is het gewijzigd toen? Want er was al een evenredigheidsstelsel. Waarom is het toen? Nee, die wijziging die kwam na 1987 is dit gekomen. En toen wilde men, affirmative action, het punt van het binnenland moest beter vertegenwoordigd worden, dat allemaal. Dat is het punt is evenwel, dat terwijl men dat in de grondwet zette, men ook de woonplicht erin zette. En het punt is namelijk dat we weten, een bepaalde figuur met een zekere ontwikkeling, niet in het binnenland employ hebben. En toen kwam wat ook wel eens een grote leugen, politieke leugen wordt genoemd, dat men administratief daar woonde, maar in feite in Panama, dat is wat we weten, hè? Dat weten we. Dus het punt van, men wil een gebied bevoordelen, of tot meer kansen geven tot ontwikkeling, maar een drempel legt voor. Dus, en daarom komt dit stelsel. Maar gaandeweg hebben we gezien, mede ook door migratie. Want kort daarna kwam die Binnenlandse Oorlog. Of eigenlijk terwijl men bezig was die Binnenlandse Oorlog. Wat tot grote migraties heeft geleid. En toen viel het vele mensen op dat het binnenland ontvolkt. En alles naar de urbanisatie steeds groter wordt. En toen kwam, ja, het feit dat Serena haar werk heeft gedaan. Ja. Mevrouw Gezet, sowieso is 2/3 meerderheid, zoals u dat hebt aangegeven, vet belangrijk in het parlement. Maar als we zo kijken naar de realiteit nu, dan zien we dat heel wat politieke partijen nu al reeds leunen tegen optie A. Wanneer we kijken naar de verschillende verhuizingen. Wat wij hebben kunnen identificeren is dat beide opties bespreekbaar zijn. Als het zo was dat optie 1 of optie 2 al die 2/3 meerderheid kon halen, was het hoogstwaarschijnlijk al uitgewerkt in een initiatiefwetsvoorstel. Dus het feit dat we nog geen wetsvoorstel hebben, betekent dat het intensief dialoog nog gaande is.
En dat eigenlijk de knoop nog moet worden doorgehakt. We moeten nog consensus bereiken. Dus ik had ook gehoopt dat we al daar zouden zijn geweest. Maar helaas moet het intensief dialoog zich nog voortzetten. En tegen die achtergrond kunnen er eventueel aanvullingen komen aan de modellen. Aanpassingen, wat dan ook. Pas wanneer die wet van de grond is, is het finaal. Dus tot dat moment kunnen er nog aanvullingen worden gebracht. Dus die verhuizingen die nu plaatsvinden, dat heeft niet zin? Dat weten wij nog niet. Toch afhangen, we weten het nog niet. Het gaat allemaal afhangen van wat die wetswijziging wordt. Dus ik denk dat mensen rekening houden met het feit dat misschien die woonplicht gehandhaafd wordt. Dat ze de boot niet willen missen. Dat men alvast voorzorgmaatregelingen treft. Toch? Maar goed, wat het uiteindelijk wordt, u en ik weet het niet. Helaas hebben wij ook die glazen bol nog niet kunnen vinden. Dus pas wanneer die wet van de grond is, zullen we definitief weten wat allemaal zal gelden. U voorstellen, wij weten nog niet te veel af van dat van meneer Hinnenhoek. Of is er raakvlak? In elk geval is het optie 2. Dat is hetzelfde. Ik benadruk dat wij ons rapport hebben aangeboden reeds op 8 maart. Dus dat is al nog ruim voordat Commissie Limapo hun publicatie heeft gedaan. Dus wij zijn in elk geval tot dit model gekomen met de input van de partij. Dit is een voorstel geweest die de politieke partijen hebben gedaan. Wacht. Ja. Wij hebben, het traject is met de parlementaire fracties geweest. Zij hebben hun voorstellen gedaan. En het zijn hun voorstellen die we hebben bekeken. Wat maakt kans op 2/3 meerderheid? En uiteraard doorstaat de juridische toets. En aan de hand daarvan zijn deze twee modellen tot zover overgebleven. Nogmaals, het laatste woord is nog niet gezegd. Dus er kunnen alsnog aanvullingen komen enzovoorts. Maar vooralsnog in dit proces zijn dit de twee overgebleven modellen tot op dit moment. Ik heb reeds antwoorden gegeven op die vraag, dan gaat het aan ons liggen, allemaal, om de maatschappelijke druk op te voeren en af te dwingen dat het wel van de grond komt. Ja. Niet aan, ik ben de nadruk met ons allemaal, want niet aan dit team alleen, wij hebben ook onze beperkingen. We hebben ook onze limieten. Ja. We gaan het gezamenlijk moeten doen, want uiteindelijk gaat het om ons kiesrecht voor alle Sranamangs. Het is het een hele volk. Ja. Ja. Closing remarks. Ja. Ja, closing remarks. Zou ik nogmaals het volgende willen zeggen. De dank uit willen spreken. En dat meen ik ook echt, omdat het een gevoelig en complex onderwerp is. Maar het feit dat de partijen zich allemaal zo hebben ingespannen, is zeer positief te noemen. Er wordt heel vaak negatief gesproken over de politiek, vaak terecht. Maar we zien in elk geval in dit traject dat de politieke partijen actief hun inzet en hun inspanning plegen. Dus dank aan hun, dank aan het team. Dank aan de gemeenschap dat jullie ons allemaal volgen en op welke manier dan ook de ondersteuning geven. En uiteraard ook dank aan het parlement die ons ontvangen heeft op gezette tijden. En ons in elk geval ook een warm hart toedacht in de verdere begeleiding en het geven van bijdrage in dit traject. En uiteindelijk zullen we het samen moeten doen, want het gaat om het kiesrecht van alle Surinamers. Dank u. Ja, ik heb toch nog een opmerking, want aan het begin werden Lothar en ik de hemel in geprezen. Maar laat mij zeggen dat we met heel veel genoegen hebben meegewerkt met Serena. Het was onze waar genoegen en haar inzichten geweldig. Dus ik bedoel, ik vind dat gezegd moet worden. Dank aan Hugo Fernandez Mendes en de andere twee Schulz, die ook hun medewerking hebben verleend. Ook nog een slotopmerking. Echt, dit is, iemand zei er zijn meerdere sloten, dit is het finaalslot. Hugo Fernandez Mendes zit aan de andere kant van de oceaan. Die staat bij vanaf een afstand. Maar we zien toch op die manier de diaspora dat terugkomt. Dat we eigenlijk, waar een Surinamer ook is, maakt niet uit. Dat we allemaal een bijdrage leveren. En het is mooi om te zien dat van elke kant van de oceaan dan ook, dat ook gebeurt in deze. Dus in elk geval danken wij van harte ieder die dit proces ondersteunt. Yes.
erin.